Dijkstra. Die komen ontzettend hard schieten van afstand. En van ruim 30 meter jaagt hij hem erin. Ja, als niemand hem aanpakt, dan besluit Dijkstra maar eens uit te halen van een enorme afstand. Geen enkele kans voor het doelman Kaya. Het is een prachtige goal. En zo is de score geopend in het voordeel van Cambuur door een pegel van Mart Dijkstra. Diemers. Richting De Leeuw op het juiste moment vertrokken. Goede paas van Diemers. De Leeuw, moeilijke hoek. Hij probeerde toch wel een prachtige poging van Melvin De Leeuw. Spelend met masker. Moet hij niet helemaal ongehavend uit de strijd tegen Volendammers gekomen. Die was een schitterende knal. Richting de tweede paal. De Leeuw legt terug en hem met de 2-0. Het kon niet uitblijven, want het krachtsverschil is enorm tussen Cambuur Leeuwarden en Fortuna Sittard. Het begint al met die geweldige dreun van De Leeuw op de kruising. En nog geen half minuut later ligt hij erin. Als diezelfde De Leeuw bal keurig teruglegt voor Michiel Hemme. En de spits van Cambuur verdubbelt de voorsprong. Galuta, Rijkomer weet zich dan toch los te worstelen van Dijkstra. Het is de beste kans van Fortuna aan deze wedstrijd, maar Rijkomer werkt de bal over. Cambuur is toch ook behoorlijk slordig gaan spelen in die tweede helft. En hier wordt het bijna weer spannend als Rijkomer de kans krijgt op 2-1. Van der Heijden kan misschien nog een keer uithalen. Kies voor de combinatie en een geweldige reactie nog van Kaya. Daarmee voorkomt hij de 3-0. Maar Cambuur wint deze wedstrijd toch vrij gemakkelijk. Na een goede eerste helft met mooie goals van Dijkstra en Hemme was de tweede helft het aanzien nauwelijks waard. Maar het deert de Vriezen niets. Want de start van deze competitie is uitstekend met 6 punten uit 2 wedstrijden.